Ja, vrienden. Ja. Ja, ja. Kijk even mee. Ja. Ja. Gewoon. Een bewolkte dag hier. Ja, dat kan dus ook. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Maar daar wou ik het even niet over hebben. Ik wil het even hebben over het maken van keuzes in het leven. Ja, daar gaat het om. Elke dag weer moeten we kiezen. Dan is het weer links of rechtsaf. Ja, daar gaat het dan om. Ja, ga ik wel door Oranje of ga ik niet door Oranje? Ja, ja, allemaal die keuzes. Pepsi-Cola of Coca-Cola. Dat zijn de keuzes. Wat ga ik doen? Ja, ga ik iemand bellen of bel ik hem niet? Neem ik wel of geen pindakaas op mijn brood? Ja, dat ze elke dag zijn het weer die keuzes die je moet maken. Ja, daar wil ik het even over hebben. Want wat lees ik nu eigenlijk? Ik lees dat bijvoorbeeld 1 van de 10 Nederlanders zich er niet aan wil houden bij het Sinterklaasfeest. Aan de regels. Nee, die zeggen, ja, dan kan mij dat nou schelen. Sinterklaas is Sinterklaas, dus wat doe ik? Ik nodig gewoon uit wie ik wil. En dan krijgen we dus die ongehoorzaamheid. En dan, ja, nemen we dus enorme risico's. Dat is wat er aan de hand is nu. En dat is de keuze, want de keuze is straks, wat willen we? Willen we nu Sinterklaas vieren of wil je de kerst vieren? Dus kijk nou uit met die Sint. Ja, want als die cijfers dan weer oplopen, ja, dan worden die maatregelen weer strenger met die kerst. En dan wordt het een hele ongezellige kerst. Dus ik zou dan denken bij mezelf, ja, weet je wat ik doe met de Sint? Dan bewaar ik die gedichtjes en die cadeautjes en die bewaar ik dan even en die spaar ik op voor de kerst. Dus die leg ik dan onder de kerstboom. En dat doen we Sint en kerst doen we in 1. Maar hey, kunnen de mensen dat opbrengen? Dat weet ik niet. En willen ze toch nu al die Sint vieren? Ja, dat kan je wel doen. Maar dan kan je waarschijnlijk straks die kerst wel schudden. Dus komt het weer aan op keuzes maken. En wil je nou liever bijvoorbeeld dan de kerst vieren? Ja, dan moet je dat dus voorkomen. Dus dan moet je je koest houden tijdens Sinterklaas. Dus dat is nu de grote keus die er voor ons staat en die er voor Nederland staat. Wat doen we nou liever? Doen we liever Sinterpiet en doen we liever een gedichtje? Gewoon 1 avondje? Of doen we liever de kerst? Ook gezelligheid, leuk onder een boompje en dit en dat en dat. En ja, wat vinden we nou leuker? Is het nou Sint of is het nou Santa? Ja, die keus. Zo moeilijk is het altijd in het leven. Keuzes maken.